Geef mij eens even mending. Ah, kijk ze allemaal nou naar hun moeder en hoe bang ze zijn. Ah, dit vind ik sneu. Enig is, dit ziet er helemaal gedetailleerd uit. En draai je om en dan staan er gewoon een paar kinderen. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn. Jongens, vandaag zijn wij hier aangekomen in Content Veen. Maar we staan op een best bijzondere plek. Ik ben namelijk wat XP aan het farmen. Ik ben al level 40 inmiddels. Wauw. En ik dacht, weet je wat, we beginnen gewoon op een ander punt. We beginnen hier gewoon bij de XP farm. Maar leuk dat jullie er zijn, hé. Ik vind het eigenlijk ook wel gelijk mooi geweest hier. Dus ik ga weer terug. Ik heb de ladders alleen een beetje verpest van Robin en Justin. Dus sorry. Dag skeletons. Kijk, ze passen er niet met z'n allen in. Nee, leuk dat jullie er zijn. Ah! Oh mijn god. Hey, loser! Ik schrik me helemaal rot, joh. Ik denk ik ga... Nee! Nee, niet genade. Ik heb geen shock touch, dus ik ga nu hakken en dan is je ijs weg. Nee. Als jullie die dingen, is echt ver. Nou. Ik... Nou! Nee! Waar gaat dit heen? Oh, wow. Wauw. Sowieso is het echt een omroute, want ik denk dat wij nog steeds een snelle route naar elkaar kunnen krijgen. Dit is echt zo'n gevechtplekje, weet je? En dit pad hier, ik laat het allemaal zien, maar heb je nou de stream gemist waarin ik dit allemaal hier gebouwd heb? Kijk dan zeker even, hij staat gewoon in de Content Veen afspeellijst, maar je kan ook gewoon het linkje in de beschrijving kijken. Ik ben namelijk gisteren even live geweest, hartstikke leuk. En daarin heb ik dit hele spoor hier gebouwd, mocht wel eens tijd worden. Maar goed, leuk dat jullie er zijn. Ben je nou nieuw? Abonneer zeker even. Je bent van harte welkom. Ik heb heel veel plannen vandaag, jongens. Ik heb een leuk idee om de chestroom te gaan doen. Ik wil deze kamers hier even afmaken. Die routes misschien de minerails gaan maken. Ik wil... Weet je wat? De rest hou ik lekker gewoon een verrassing. Oké, Justin, ik heb water voor je geplaatst. Oké, deze aflevering gaan we beginnen met het feit dat ik 40 levels heb, wat ik al eerder heb aangegeven. We gaan lekker een goede gear maken, jongens. Ik heb echt de meest slechte armor ooit. Ik wil deze keer goed gaan enchanten, zodat ik gewoon normale diamond armor heb. Met goede enchantments, alle dingen erop die ik wil. En dan kan ik het uiteindelijk upgraden naar netherite, maar daarvoor heb ik iets meer netherite nodig, want in dezelfde stream als dat ik dit hier allemaal heb gemaakt, heb ik ook mijn tools allemaal netherite gemaakt. Eindelijk een keertje dat ik gewoon goede tools heb nu. Daarna wil ik mijn chestroom helemaal gaan updaten, want ik heb gewoon te weinig ruimte voor steen en dat soort troep. Je ziet, alles hier zit vol met steen en weet ik wat. Ik wil gewoon mijn kisten anders indelen. Ik wil dit allemaal wat mooier hebben. Het is allemaal een beetje bij elkaar gepropt. Het is net te klein hier, dus ik ga hem iets groter maken. Ik heb mos gekregen van Nathan, mos carpets en zo. Dat kan je in zijn winkeltje kopen tegenwoordig. Hij heeft een heel nieuw winkeltje. Hartstikke leuk. Maar eerst, wat ik al zei, eindelijk even mijn gear enchanten. Dus het wordt ook de eerste keer dat we eindelijk een keer mijn enchanting room gaan gebruiken. Mijn hele mooie... Nou, hij is echt niet mooi, deze enchanting room. Maar het is gewoon tijd dat ik hem een keertje gebruik. Dus laten wij de chestplate doen, want mijn boots die zijn al goed. Die hebben verder falling en unbreaking. Ja, het andere wat ik heb is gewoon niet goed genoeg. Unbreaking 3 op mijn chestplate, daar gaan we voor. En protection. Dat is precies wat goed is. Dat zijn gewoon de basic enchantments die ik nodig heb. Oké, daar ben ik heel blblij mee. En dan, wat kunnen we hierop zetten? Protection IV. En ook unbreaking. Nou jongens, die ben ik gewoon blij mee. Dit zijn gewoon standaard enchantments die je moet hebben. Die heb ik niet op mijn boots, maar dat maakt niet uit. Dit is gewoon even dat ik wat veiliger ben, weet je. Dan moet ik nu wel boekjes gaan proberen te enchanten. Of ik moet het via villagers gaan doen. Dan mist hier een blokje op de grond. Dus ik twijfel. Ik kan het ook via villagers gaan doen. En ik heb nog één villager over, hè jongens. Die ik nog wel eens kan gaan... meneer Magma, hallo. Die ik nog wel eens kan gaan gebruiken. Dat is namelijk deze gelijk hier links. Deze nympho, die heeft namelijk nog geen vaste trade. Dus wat heb jij voor mij? Efficiency 5. Die hadden we al, toch? Ja. We gaan even kijken. Misschien dat we Thorns tegenkomen of zo. Want dat zou oprecht wel fijn zijn. Of Mending. Hallo, Mending. Dat is ook wel hele goeie, hoor. Om Mending hierop te hebben. Enige is dat je dan nooit meer echt levels krijgt van andere dingen en zo. Wil ik Mending, jongens? Want Anna verkoopt ook al Mending. Maar die verkoopt best wel voor veel. Dat is een beetje het ding. Weet je wat? Ik koop gewoon een paar Mending boekjes. Oh, dan wil ik zeggen, dan ga ik hem veranderen. Maar dat kan niet meer, want dan is hij gelokt. Nee, weet je wat? We nemen wel gewoon Mending bij deze guy. Dat vind ik prima. Ik heb ook nog best wel veel emeralds. Ik heb nog, als het goed is, nog genoeg boekjes. Dan kan ik die ook op mijn items gaan zetten. En dan kan ik deze keer gewoon een keer niet meer verliezen. Want het is te... Ik moet te veel diamonds uitgeven aan elke keer nieuwe gear. En dat is zo slecht. Geef mij eens even mending. Geef mij eens even nog een keer mending en nog een keer mending. Nou, hoppakee. 3 mendingboekjes. Dikke hatseflat. Nu is hij niet meer te veranderen, toch, deze guy? Nee, hij is niet meer te veranderen. Dat is jammer. Oeh, blast protection. Die is ook wel goed, hoor. Kan blast protection bij normale protection? Blast protection is natuurlijk voor creepers. Lijkt me. Of gewoon voor ontploffingen. Ik weet
het niet zeker hoor, maar dat lijkt mij logisch. Weet je wat, daar wachten we even mee. Laat het maar weten aan jullie jongens. Ik ga nu mending op mijn gear zetten. En dan wil ik eigenlijk van jullie in de reacties weten. Wat is nou verstandig om nog meer erop te zetten? Sowieso thorns op de items, dat is al heel verstandig. Maar wat is volgens jullie nou echt goede enchantments die er nu nog bij moeten? Want enchantments is niet mijn sterkste punt in Minecraft. Hoppakee, mending erop. Mending op. Nee! Zo, we hebben weer een nieuwe. En dan op mijn boots als laatste ook nog mending. Oké, hoppakee. Boots zijn ook een beetje gerepaired. We hebben nu gewoon betere gear dan dat we normaal hadden. We zijn iets veiliger. Misschien gaan we dan ook iets minder vaak dood. Want doodgaan is nog wel iets wat bij mij vaak gebeurt. En dan vind ik dat wel een mooi eerste dingetje afgerond van deze video. Gewoon lekker enchantments. Ik wil ook ooit een keer een veel coolere, grotere enchanting room maken. Helm heb ik niet nodig in het leven. Nee, helm dragen wij niet, jongens. Ook heb ik hier wel eentje met blast protection. Dus dan heb ik al gewoon nog betere armor. Maar het bloemetje op mijn hoofd is gewoon... Dat hoort gewoon zo, hè, inmiddels bij mijn skin. Dan nu is het tijd om deze kamer te upgraden. Ik ga deze kisten hier weghalen. Ik ga het aan die kant ga ik het uitbreiden. Want dan kan ik hier bijvoorbeeld mijn furnaces gaan doen. En dan kan ik hier andere tools gaan doen. Dan heb ik het gewoon iets meer gesorteerd, weet je. Nou, gesorteerd, dan heb ik gewoon iets meer ruimte. En dan kan ik het daarna beter sorteren. Maar het enige is waar ik nu tegenop kijk... is het feit dat ik al dit stenen zo moet gaan verplaatsen. En hoeveel poepwerk dat gaat zijn. Dus laten we beginnen met eerst alles weghalen. Oké, het is echt een rommeltje nu. Ik heb die kisten weggehaald. Maar het voelt wel even wat fijner als ik het daarna gedaan heb helemaal. Hey, Floor. Ik heb een monster gecreëerd. En het is mijn chestroom. ik heb al de kisten weggehaald die gesorteerd waren. Ze waren lelijk gesorteerd dus. Maar ja, het is nu letterlijk één grote bendion. Niks is gesorteerd. Alles staat er maar gewoon een beetje te staan. En gewoon, oh, wat vreselijk dit. Nu kan ik toch gewoon niet vinden wat ik nodig heb. Dit moet trouwens ook nog weg. Ook een heel gedoe om te doen. De ender chest, die, ja, die moet ook weg. Nou, dan plaatsen we een ender chest dus zo even op een plekje waar ik hem tijdelijk ook kan gebruiken. Namelijk hier. En dan is het tijd om hem te gaan upgraden, jongens. Hallo, creeper. Nee, tot ziens, creeper. Ah. En laten we gewoon beginnen. Oh, dit is zo vreselijk om hier af en toe te bouwen. Want ik zit recht onder mijn farm. En in mijn pad zit natuurlijk allemaal gravel en zo. Dus elke keer als ik hier iets wil doen, dan valt de gravel naar beneden. En dan zit er weer, als ik boven loop, een gat in het pad. Maar kijk, voor de rest, het is een beetje een bende. Je kan nog niet echt helemaal zien wat ik van plan ben. Maar je ziet dat hij in ieder geval een stuk groter is gemaakt dan deze kant. Althans, onderweg meer. Het is bezig met groter zijn. Niet echt helemaal correct Nederlands, maar jullie snappen dan wel wat ik bedoel. En dan gaan we de eerste kisten plaatsen. En deze keer gaan ze wel gewoon op de goede manier geplaatst worden. Want vorige keer had ik ze eigenlijk niet echt ideaal geplaatst. En dat was mijn eigen fout. Maar deze keer leren we van onze fouten, jongens. We hebben geleerd, denk ik. Kijk, had ze flats. En dan deze dichtgooien, had ze flats. En dan hebben we voortaan zo onze kisten. En dan zou je nog item frames erbij kunnen doen. Alleen dan blok je ze wel een beetje. Moet je nagaan, als we dat hier, 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 hier en hier doen, dan hebben we gewoon genoeg kisten voor altijd. En dan kunnen we hier leuke andere dingetjes gaan plaatsen. Ik heb een probleem nu. Althans, een probleem. Ik heb heel veel kisten hier. En ik heb al deze kisten hier al geplaatst. Maar ik heb nu niet meer genoeg kisten om de rest te doen. Ik vind het zonde om nieuwe te maken. Maar ik kan deze hier ook niet plaatsen. Want al die troep zit hier al in. Dus ik moet nu al een gedeelte gaan sorteren hier. En dan daarna pas de rest hier afmaken. Maar wat een bende is het hier, zeg, op het moment. Jezus. Weet je dat je een skeleton hoort, hè? Wat? Waar? Ja, hierboven. Ik hoor in één keer een paard lopen. En ik kijk hier en ik zie hem. Kijk, daar staat hij. Wat? Wat? Ik ben er hier. Oh, jij bent Ik wil er ook één. Ik wil er ook één. Oh, nu kunnen we er niet. Maar dan moet je ze voorzichtig. Nee, pas op. Je kilt de paarden. Ja, wacht. Nee, eén paard is gesneuveld. Nee. We hebben er drie. Jee! Yeah. Waar gaan we ze opslaan even? We moeten ze even in Reneder... oh, kom. In Reneder de molen. Hier kunnen we ze tijdelijk even opslaan. Hebben. Ja, prima. Maar dan slaan we ze hier even op, weet je? Ja, wacht, ik heb meerdere zadels nodig. Ze despannen niet, toch, die beesten? Nee, volgens mij niet. Oké, okay, top. Ik hoor in één keer een paard lopen. Ik denk, wat staat hier? Oh, maar dat gebeurt altijd, hè? Dat er dan een bliksem op inslaat en zo. Serieus? Oh, ja, dat gebeurt bijna altijd. Die is voor jou. Jee. Ik breng deze even naar mijn osso. Ja, prima. Ik was gewoon lekker mijn dingetje aan het doen en Rick was me even aan het helpen. En ineens een skeleton horse of zo. Ik denk, nou, oké, prima. Leuk. De bende is al iets meer opgeruimd. Alle kisten zijn alweer terug op hun plek gezet. Althans, op hun plek, op hun nieuwe plek. En ze zijn ook al gewoon echt goed gevuld, jongens, alle kisten. Een beetje van alles en hier en daar. Het is wel dat ik heel erg weer moet gaan zoeken nu naar alles. Maar dat is helemaal niet zo heel erg. Maak nu even het laatste plekje voor de kisten hier. En dan is het tijd om de rest te gaan doen. En wat de rest is, ik zeg nu wel heel leuk, de rest te gaan doen. Ik weet nog niet wat ik daarna precies moet gaan doen. Want dan gaat het eigenlijk om deze hoekjes. Gaat dat daarop neerkomen, wat daar allemaal gaat komen. En waar de furnaces staan gaan nog verplaatst worden en zo. Misschien dat ik het een beetje automatisch wil gaan doen met de furnaces.
Maar ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval wel echt heel blij met het feit dat ik gewoon rustig nu veel meer ruimte heb. Veel meer organisatie weer in mijn kisten. Want het was zo een bende, consistent. Ik wist niet waar ik moest zoeken soms. Nu gaan we de vloer even oplossen. Dan is dat probleem ook gedaan. Dan daar in het midden misschien nog meer kisten. Ik weet het niet. Misschien in de toekomst. Maar voor nu heb ik echt wel genoeg kisten. Dan is de vloer ook weer mooi geregeld. Dikke hatsenflats daarvoor. Hierheen en hierheen. Gaan we de lichten gaan we ook weer oplossen. Want het is nu veel te donker. Zoals je kan zien, we gaan echt gewoon niet goede dingen spannen. Daar gaan we niet blij mee zijn wat hier allemaal terechtkomt. Zo, dat is ook alweer beter. Het is in het midden nu nog een beetje donker. Maar dat komt omdat hier eigenlijk ook nog een lantern moet. Zo, dan hebben we twee lanterns. Dan is dat helemaal geregeld. Kijk, het ziet er al een stuk opgeruimder en netjes uit hier. Zie ik nog een paar extra leuke details die ik toevoeg aan de vloer. Zoals dit hier. Ja, dat is leuker. Het is wel donker hier. Ik zie dat ik nog wat details in de vloer qua belichting kan toevoegen. Misschien met wat leaves en of carpets. Oh, ik heb een idee. Wacht eens even. Ik kan dus bij wijze van zo doen. En dan groen hier aan toevoegen in mijn carpets. Want ik heb nu ook heel veel cactussen. Dus ik kan kleur erin hebben. Dit is iets waar ik over na moet denken. Voor nu, omdat het donker is, zou ik het even zo doen. Dit blok eronder de carpet erop. Maar ik zie, nu ik dat groen zo zie, wil ik er eigenlijk wel meer van. Want één blokje is een beetje, ja, is een beetje raar. Ik ga jullie ook niet laten zien waar al mijn spullen precies zitten en waar ik wat gedaan heb. Want dat is ook een beetje onnodig om allemaal te laten zien, weet je. Ik ga hier mijn bed doen, alsnog aan het einde. Maar deze keer op een iets andere manier. Echt vrijwel hetzelfde, maar net wat anders. Houten vloertje erin, maar op een net iets andere manier. We doen hem namelijk net iets lager, dit vloertje. Dat ik hier stairs doe en dan op een manier zoals dit, waardoor het afgesloten is. En dan daar mijn bed in gieten. Ik weet niet waar mijn bed is. Oh, hier is mijn bed. Kijk. En dan, tonk, hoppakee. Dan heb ik een iets... Ja, het is niet heel bijzonder. Ik denk dat ik de muur dan nog eentje verder moet doen als ik het een beetje symmetrisch wil doen. Nog een mooi lampje in het midden. Ploppen we die er neer, hoppakee. Dan heb ik een slaapkamertje, jongens. Zetten we mijn spawnpoint gelijk. Oké, opgelost. Ik heb tegenwoordig heel veel sugarcane, waarvan ik dan boeken kan maken natuurlijk. Want ik denk dat ik wat boekenkasten wil toevoegen aan mijn kamer. Want dat voegt gewoon sfeer toe. Ik vind dat altijd een hele leuke sfeer toevoegen. Kijk, we hebben insane veel sugarcane. En we hoeven er zo weinig voor te doen. Dat is zo fijn. Nemen we dit mee? Gaan we even kijken of we hier prachtige peper van kunnen maken. Hatseflats. 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 Dan moeten we er nu nog leer. Moeten we erbij ploppen? Oh nee. Leer. Dat is het enige wat ik helemaal niet aan gedacht heb natuurlijk. Want dat komt van de queen. Maar ik heb helemaal geen koeien. Ik heb helemaal geen beesten. Oh nee. Oh. Daar heb ik niet over nagedacht. Ploppen we eerst even mijn... in ieder geval mijn papier weg. Sugarcane mag hierbij. Laten we kijken of de oh zo machtig René wat leer voor mij heeft. 19 leer. Nee, ik moet mijn eigen leer gaan regelen. Vind ik een beetje lullig om weer van René te pakken of te kopen of zo. Ik moet het ook zelf hebben. Ik heb een heel goed idee. Ik ga toch naar de koeien toe. Ik ga ze niet slachten. Ik ga ze zeer zeker niet slachten. Ik leen even één weed van je, René. Gaan we naar jouw dierenbeestenbende. Ah, ja, natuurlijk. Schapen zijn er ook dol op. Aan de kant, jongens. Aan de kant. Ik leen nog even iets meer van je, René, trouwens. Kijk, jij koe en jij koe. Jullie hatsenbatsen even met z'n tweeën. Dat René weer een nieuw koetje erbij heeft. En dan, koeien, kom maar. Koeien, kom, kom, kom. Niet allemaal tegelijk. Niet allemaal. Niet allemaal tegelijk. Ik hoef er in principe maar twee. Ja, goed zo. Nog eentje. Ja. Hoppakee. En dan heeft René, als het goed is, deze koe en die babykoe. Klopt dat? Ja, kijk. Zie je, dat is nogal genoeg koeien voor René om haar koeiendinges voor te zetten. René, dan leen ik twee koeien van je. Uiteindelijk mag je ze terug, wat je wil. Maar ik heb even heel veel leer nodig, dus ik moet mijn eigen koeien voor maken. Kom maar, mijn prachtige beesten. We zijn er bijna. Gewoon doorgaan. Het is hier trouwens donker. Hier kunnen volgens mij gewoon dingen spannen. We zijn er bijna. Ik ga jullie hier heel even opsluiten. Nee, nee, jullie waren er bijna. Ik vind het zo vervelend dat ze dan last minute ineens niet meer willen. Erin, erin. Nee, nee. Ja, goed zo. Nu jij. Kom erin. Ren uit stress erin. Nee. Ja, goed zo. Ja, kunnen jullie nu batsen? Nee, jullie hebben net al gebatst. Oké, jongens, we hebben twee koeien hier. Dan gaan we even heel veel wheat bij elkaar halen bij mijn eigen farm beneden. En dan gaan we heel veel koeien regelen. Oké, de koeien zijn helemaal klaargezet, jongens. Ik heb er heel veel inmiddels. Het heeft echt een tijdje gekost. Want het, zeg maar, het ding met koeien is, elke keer als ze gebreed hebben, hebben ze 5 minuten cooldown om nog een keer te gaan breeden. Oftewel, deze jongens hier hebben echt heel veel minuten gekost in totaal. Ik weet niet of ze nu nog steeds een beetje willen hatsenbatsen hier. Ik heb een paar baby's hier en daar, dus ik moet eigenlijk even wachten tot die volgroeid zijn. Want dan uiteindelijk heb ik natuurlijk meer leer, want baby's killen heb je niet zoveel aan. Maar ik kan die op zich ook wel laten leven. Dat is niet eens zo'n heel punt. Ik ben even namelijk naar het winkeleiland gegaan en heb bij Rick looting 3 gekocht. En die heb ik op mijn netherite voortgezet. Oftewel, met looting. Dan krijg je gewoon meer loot van alle mobs die je kilt.
enige puntje is dat ik nog maar 9 diamonds heb. Ik ben echt arm. Ik ben echt, echt, echt heel arm nu. Maar ik denk dat het tijd is om de koeien te gaan killen en dan de boekenkasten te maken. Of op de baby's wachten tot die volgroeid zijn. Weet je, we wachten nog even tot een paar van die babykoetjes volgroeid zijn. Want ik ben gewoon te bang om van die baby's te killen en dan gewoon leer kwijt te raken. Dat zou heel zonde zijn. Ik heb al 10 leer, want er zijn sommige al helaas gesneuveld in het project. Tijdens het maken van. Dus, sorry beestjes. Hier heb ik al mijn papier, dus we kunnen op zich al, wat is het, 13 boeken maken. Had ze flat. Dan hebben we ook nog even wat hout nodig. Alleen hout is een beetje schaars. Dus laten we wat hout hakken. Dan kunnen de beesten ook even volgroeien. En dan is het tijd om massamoord te plegen. Boekenkasten zijn zo ongelooflijk duur, hè. Ik bedoel, ik kom echt geen sugarcane tekort op het moment. Maar ik hoop dat ik al genoeg leer ga hebben. Ik hoop het echt heel erg. Koekjes, zijn jullie al klaar? Of ja, ik zie nog een babytje hier en daar. Dus nog even wachten. Overigens heb ik even een klein design slash ideetje gedaan. Dat ik hier misschien boven nog meer hoppers wil doen. En daarboven ook kisten. Om daar dan vervolgens te gaan werken met een soort snellere automatische smelters. Maar ik twijfel of ik dat wil doen. Misschien dat ik uiteindelijk een hele andere kamer voor het smeltsysteem wil doen. Dus voor nu haal ik dit even weg. En hou ik het even in mijn achterhoofd ergens. En dan plaatsen we wel gewoon normale furnaces. En dan is het een toekomstidee. Wat we gaan doen, jongens. We gaan deze vloer even normaal maken. En dan is het tijd om hier, even te gaan denken, hier de steenruimte te maken. Dus waar ik stonecutters plaats en al die andere dingen, weet ik voor wat. Alles waarmee je steen normaal zou bewerken, hooguit. En misschien armor, steen en armor. En aan de andere kant zou ik dan de brewing stand plekje kunnen maken. En dan daar boekenkasten, daar een beetje boekenkasten. Misschien boekenkasten er tussendoor. In ieder geval dat ik het mooi gesorteerd heb. En dan aan die kant ook de ender chest of aan deze kant. Dat weet ik dan nog niet, maar dat zien we ook wel. Ik wil eerst echt die boekenkast hebben, want dan kan ik gewoon beter aan de slag. Dus we gaan slapen en dan gaan we gewoon die koeien slachten. Het is klaar met die koeien. Met looting 3. Hoeveel gaan wij krijgen? 5. Oh, we krijgen echt heel veel. Nou, laten we lekker veel slachten, jongens. En hopen dat we geen volwassen koetjes in het proces kapot... Of geen babykoetjes in het proces maar doodmaken. Want jullie zijn de toekomst, jongens. Het is oprecht nog best wel makkelijk. Als je gewoon telkens critical hits doet... dan kill je gewoon in één keer zo'n koe... en dan kill je geen babykoetje. Dus je kan gewoon best easy alle volwassenen doden. Ah, kijk ze allemaal nou naar hun moeder en hoe bang ze zijn. Ah, dit vind ik sneu. Weet je wat? Jij mag leven. Jij bent de uitverkorene. We hebben gewoon meer dan 2 stack leather. En ook heel veel eten. Dat kunnen we eigenlijk wel zo meteen gaan omsmelten. Maar ik ben zo blij met het feit dat ik gewoon zoveel leather heb. Gaan we al het papier pakken. En dan ben ik benieuwd hoeveel boeken ik hieruit haal. Ik haal hier 2 stack boeken. Oké, het is een beetje stom hoe ik erover nadenk. Want ik met hetzelfde aantal letters, zoveel aantal boeken heb je natuurlijk ook gewoon. En hoeveel boekenkasten haal ik hier dan uit? Ik moet wel meer hout hebben. 40. 40 is goed voor nu. Dan leggen we even de boekjes terug. Oh mijn god, ik had nog 30 boeken. Man. Ik had al die tijd gewoon 30 boeken. Maar dat maakt niet uit. Laat ik in ieder geval de boekenkasten even een beetje netjes plaatsen. En ook van die lege boekenkasten. Hoe maak je die ook weer? Volgens mij doe je dat met strings. Ik kon hem niet vinden hier. Maar volgens mij met... Ja, looms. Even wat looms erbij maken. Want dit lijkt een beetje op lege boekenkasten. Zo, en dan een beetje details eraan toevoegen. Het moet een beetje 3D zijn. Het wordt even een beetje uitzoeken hoe ik dit ga doen, jongens. Maar ik heb wel het vertrouwen dat het leuk kan zijn. Leuke bloemetjes erbij. En die liggen als het goed is hier. Hoppakee. Althans, de potjes liggen hier. Kunnen we die ook eraan toevoegen. Bloemetje erin. Bloemetjes liggen hier. Zo fijn om gewoon een beter gesort iets te hebben. Of een mushroom erin. Ja, dat vind ik leuk. Een mushroom. Oh, en heb ik nog een goed idee. Ik heb hier ergens vast zo'n barrel. Hier. Volgens mij... Ja. Oh, eentje ook echt. Oké. Want dan heb ik een leuke plek om mijn dingen te gaan opbergen. Mijn boekjes en zo. Namelijk gewoon in zo'n barrel die ik erbij plaats. Dus als ik die weghaal en daar nou gewoon een barrel doe, zoals dat. Kijk, en dat ik daar voortaan mijn boekenkasten bij wijze van in wegleg. En alles wat met boekjes te maken heeft en zo. Dus ook papier en weet ik wat voor meuk. Alles wat met boekjes te maken heeft. Dat is hout, dat is geen boekie. Dit heeft, ik weet dat dit niet te maken heeft met boekjes, maar kom op, het is een soort papier. Boekenkasten moet ik trouwens wel terug, want we moeten aan de andere kant ook nog iets maken met boekenkasten. Gaan we hetzelfde doen, maar dan niets. Ik wil het niet symmetrisch hebben. Nou, ah, waar kom jij vandaan? Hier is het niet goed belicht. Hier spannen allemaal beesten. Dit is mij trouwens als je afvraagt van waar ben ik nou? Dit is mijn bel. Jullie kennen mijn bel natuurlijk allemaal als je hier in mijn kingdom toe terechtkomt. En ja, dit is het hele systeem van de bel. Dat zit hier toevallig altijd. Zo, en dan de loom hier. Hoppakee. Dan doen we het zo. En dan trapdoors eraan toevoegen. Maar die heb ik niet meer, dus moeten we weer nieuwe maken. Trapdoors. Vreselijk hoeveel dat altijd kost, jongen. Eentje eronder, eentje hier eronder. En dan de flauwe pot erop. Ja. En dan ander soort bloemetje. Niet een... Oh. Een cactus. Of kan zoiets er ook in? Zo'n soort bonsai-boompje. Nee, dat... kan dat? Wat?
dat? Dat is leuk. Ik wist niet dat dat kon. Die is echt perfect gewoon. Dan nog Science misschien. Even eraan toevoegen. Even erop plakken. Oh, het plafond hier. Dat klopt helemaal nog niet. Dat is, hoe is dat niet opgevallen? Dat zie ik nu pas. Ik twijfel. Is dit eigenlijk niet gewoon leuk? Om dit soort dingen even aan de randjes hier toe te voegen. Om een beetje... Nou, dat is niet eens lelijk. Hier, die randjes zijn eigenlijk heel vierkant, valt me nu op. En ik weet niet waarom ik dat nooit gedaan had. En misschien dan zelfs nog een mooi trapdoortje zoals dit. Aan alle kanten. Zo. Ja, is toch gezelliger al. Waarom ik dit nog nooit eerder heb gedaan, weet ik ook niet. En dan bedenk ik me, of ga ik dan net te ver door misschien? Nou, kijk, dit is toch wel een leuke toevoeging gewoon aan het plafond. Maakt het wel iets lager, al zeg ik het zelf. Dat het een beetje wat dichter op de vloer zit. Maar dat is niet zo heel erg. Ik heb stiekem toch nog één dingetje veranderd. En dat is het binnenste pad. Dat je nu gewoon een soort bultje erin hebt, weet je. Dan, nu, echt daadwerkelijk, de hoekjes. Ik zeg het al de hele tijd, maar nu ga ik het echt doen. Daarvoor heb ik wel even wat meer anvils nodig. Want ik wil wat meer anvils erbij hebben. Want hij breekt zo snel en dan moet ik weer de nieuwe maken. Dus ik wil er gewoon een aantal opgestapeld hebben. Ik weet niet waar ik die armor heb gelaten, maar die gaat ook goed van pas komen nu. Ja, hier, kijk. En de stonecutters, die plaatsen we er. Nou, hij is gemaakt en hij staat daar achter me. Het hoekje. Hoekje nummer 1. Ik heb er een beetje een bende van gemaakt en dat wilde ik expres doen, want dat leek me gewoon leuk. Er staat hier van alles. Er staat mijn stonecutter. Ik heb hier zo'n repair en disenchant dingetje. Ik heb 3 anvils neergezet. Ik heb heel raar hier eigenlijk een campfire neergezet. Ik weet niet precies waarom, maar ik vond het wel leuk. Een kistje met eigenlijk niks erin, wat blast furnace voor de details. En ik denk dat ik meer niet nodig heb in het hoekje. Hey, Reenie. Nu tijd om de enchanting... enchanting, wat zeg ik? Nu tijd om de brewing ruimte te maken. Jongens, daar heb je hem. Het mooie, prachtige, netherachtig potion and chest iets kamerboekje. Hij is compleet. het is letterlijk 1 brewing stand. Misschien dat ik er eigenlijk iets meer moet plaatsen nog. Alleen ik heb geen blaze rods meer. En ik heb ook geen blaze powder. Ik dacht dat ik dat nog wel had. Maar blijkbaar heb ik dat gewoon niet. Oftewel, ik moet dat een keer gaan zoeken. Ik moet gewoon blazes gaan killen. Gelukkig is dat niet zo heel moeilijk. Maar ik twijfel of ik nu de vloer nog een beetje wil updaten. Sowieso moet die hier en die hier vervangen worden. Want dat klopt al niet meer. Ik zit eraan te denken om nog een beetje details toe te voegen aan de vloer. En ik heb nog wat trapdoors, dus laat ik even kijken. Op zijn minst dingetjes zoals dit toevoegen. Nee, ik ben er wel heel tevreden mee als ik het zo zie. Deze hele kamer, behalve dat daar. Oh, nou dat trouwens, dat kan geen kwaad, dat is niet erg. Enig is, dit ziet er helemaal gedetailleerd uit en draai je om en er staan er gewoon een paar kisten. Dat vind ik dan wel weer jammer. Maar ik zie nu ook dat die composters daar met de blaadjes missen. Oké, dat voegt al een beetje detail toe, op zijn minst. Maar is het genoeg? Misschien moet ik het niet te veel doen, maar ik weet het niet. Ik wil nog een beetje, maar wat? Het is zo moeilijk met kisten, want het moet gewoon, ja, het moet werken. Kisten moeten natuurlijk gewoon makkelijk te besturen. Daarom wil ik ook niet overal itemframes op doen, want dan kom je bijna niet meer bij je kisten. Dan vervang ik ook nog even de bloemetjes, want nu ik deze heb, hier, dit is toch veel leuker. Nu zijn het echt boompjes die eraan hangen. Plaatsen die 2 jukeboxen die ik heb even op een leuk plekje, zo. Ik kan hem alleen hier zo aan 1 kant doen. Dat is wel leuk. Ja, wat aan de andere kant een barrel dan misschien nog gewoon. Plaatsen we er een leuke een sign op aan 1 kant. Aan deze kant zo. Ja, prima. Oké, de chest room is compleet. Nu echt daadwerkelijk. We zetten er een punt achter. Ik weet niet hoe vaak ik dat al gezegd heb. Dat ik klaar ben met iets en dan gewoon eigenlijk niet klaar ben. Volgende stap is om dit helemaal te maken. Maar nu jongens is het al. Wat is het? 12:30 s'nachts. Dus dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. Like ook even en dan spreek ik je later. Glaasje water, tel tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.